Ben jij tevreden over jouw huis? Je woning, woning, huis, dat is hetzelfde. Woon jij graag in jouw huis? Of zijn er veel problemen in huis? Vandaag benoemen we alle problemen in huis. Ik lees en jij herhaalt. Goed? Problemen in huis. Wat is er? Problemen in huis. Wat is er? Dat zijn twee problemen met verstoppingen. Hier zit vuil en het water kan niet meer door. Een verstopping. De gootsteen, het toilet. De afvoer is verstopt. De afvoer is verstopt. Het toilet is verstopt. Het toilet is verstopt. Dat zijn twee problemen met de dakgoot. De dakgoot. Dat is het dak. En hier is de dakgoot. Er liggen bladeren in de dakgoot. Er liggen bladeren in de dakgoot. Hier lekt de dakgoot. Drup, drup, drup. De dakgoot is kapot. De dakgoot is kapot. Dat is de dakgoot en dat is de regenpijp. Het water gaat zo door de regenpijp. Ai, probleem hier. De regenpijp is kapot. De regenpijp is kapot. Problemen met de verwarming. Het meisje heeft koud. De verwarming is kapot. De verwarming is kapot. Dat is de boiler. Oei. Hier staat een kom. Ik denk dat de boiler lekt. De boiler is kapot. De boiler is kapot. Volgend probleem. Aha, de boiler is kapot. Geen warm water. De man moet douchen in koud water. Brrr. Er is geen warm water.
Er is geen warm water. Oei, alles is donker. Hij moet een kaars nemen. Er is geen elektriciteit. Er is geen elektriciteit. Elektriciteit is een moeilijk woord. Elektriciteit. 5 stukken. Elektriciteit. Oh, probleem met water, met vocht. Oei, oei, oei. Schimmel op de muur. Er is schimmel op de muur. Er is schimmel op de muur. Hier ook water, vocht. De muur is vochtig. De muur is vochtig. Niet droog, een beetje nat. Oh, problemen met het dak. Hier zijn veel dakpannen weg. Het dak is kapot. Het dak is kapot. Ja, en als het regent, komt water binnen door het dak. Het dak lekt. Het dak lekt. Drup. Drup, drup. Oh-oh. Niet alleen een probleem op de zolder, maar ook door het plafond komt het water. Er komt water door het plafond. Er komt water door het plafond. Nog een probleem met water. Drup, drup, drup. De kraan lekt. De kraan lekt. Oh-oh, nog meer problemen met water. Nu in de kelder. Er staat water in de kelder. Er staat water in de kelder. Hier geen water, maar vuur. Oh, er is brand. Er is brand. Problemen met ramen en deuren. Oei. Het raam is gebroken. Het raam is gebroken. Deze deur gaat niet goed open. Oh,
Oh, ik moet goed trekken. De deur klemt. De deur klemt. Oei, hier zijn muizen in huis. Waar is de kat? Er zijn muizen in huis. Er zijn muizen in huis. Wat ruik ik hier? Het stinkt hier. Het stinkt hier. Dat is de lift. Oei, nu moet ik de trap nemen. De lift is kapot. De lift is kapot. Oei, 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 kijk naar deze kamer. Alles ligt op de vloer en door elkaar. Er is te veel rommel. Er is te veel rommel. Hier ligt de rommel niet in de kamer, maar op straat. Het is afval. Er is veel afval op straat. Er is veel afval op straat. Dat zijn problemen met de buren. Hier, deze buurman is aan het boren met de boormachine. De buren maken veel lawaai. De buren maken veel lawaai. De buren hebben ook een hond. Woef, woef. Oh, zoveel blaffen. De hond van de buren blaft veel. De hond van de buren blaft veel. Help! Wat kan ik doen? Wat kan ik nu doen? Wie kan mij helpen? Kan iemand komen alstublieft? Kan iemand komen alstublieft? AUB, alstublieft, dat is hetzelfde. Wie kan ik bellen? Woon jij in een huis van het OCMW? Bel naar jouw assistent. De assistent. Herhaal. Heb jij een privéhuisbaas? Bel naar de huisbaas. De huisbaas. Heb jij een probleem met de elektriciteit? Bel naar de elektricien. De
Électricien. Heb jij een probleem met water? Douchen, toilet, kranen, verwarming. Bel naar de loodgieter. De loodgieter. Heb jij een klein probleem? Dan kan de klusjesman helpen. Hij kan alles. De klusjesman. Oké, we herhalen. De assistent. De huisbaas. De elektricien. De loodgieter. En de klusjesman. Succes!